Het onderwerp energiearmoede, en inderdaad, daar heeft mevrouw Onk, mijn collega, bij gezeten. Maar in ieder geval, daar is ook de vraag gesteld van hoe zit het nou met de ondernemers, daar waar het gaat over de financiële problemen die zij hebben, ook vanwege hoge energieprijzen. Nou, in de orders van de raad werden wij door de wethouder erop aangesproken dat wij zouden moeten verwijzen naar het ondernemerssteunpunt. Wat schetst onze verbazing dat wij dat eigenlijk niet of nauwelijks op de website konden vinden. Nou, inmiddels is het aangepast, waarvoor dank, maar wellicht kan de wethouder daar nog iets op toevoegen. Het ondernemerssteunpunt, ik moet zeggen dat ik het een prachtig initiatief vind, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Aalten en de gemeente Doetinchem. Nou heeft ook de gemeente Doetinchem een prachtige stimuleringsregeling voor de SVN. Ik was eigenlijk, of wij als fractie waren benieuwd van, ja, is die regeling er ook voor de Aaltense ondernemers? Is die er al of komt die? Mocht die er niet zijn, waarom niet? Dus graag een toelichting van de wethouder daarop. Dus het ondernemerssteunpunt stond al wel op de website, maar dat vergt enig zoekkunst. Hoofdmenu wonen en leven, streepje ondernemen, en dan kwam je doorverwezen naar de ondernemerssteunpunt, wat ik nu net voor de vergadering ook even rond heb gestuurd. En inmiddels hebben we daar ook op gezet de regeling TEC, tegemoetkoming energielasten, tegemoetkoming energiekosten voor het midden- en kleinbedrijf, die aangekondigd is door het Rijk. Details worden nog uitgewerkt. En er staat ook nog iets op over energiebesparing. En daar ziet u ook de regelingen op die er zijn voor het midden- en kleinbedrijf in de bedrijfsleiding. En die SVN, daar komen we nog even op terug bij raadsmededeling. Ik heb even met mijn collega overlegd, want de ambtenaren die dit uit moeten zoeken, die hebben herfstvakantie. Dus we komen daar even met een raadsmededeling op terug. Maar inmiddels hebben wij wel begrepen dat de echte SVN op 1 september gesloten is. Vandaar dat die dus kennelijk ook hier niet op dat rijtje staat. Maar daar zullen we u nog even over informeren. Maar ga vooral door met dit soort vragen stellen, want dat houdt ons scherp om de website bij te stellen. Nog even is misschien wel goed om te vertellen dat ik met de bakkers een overleg heb gepland aanstaande maandag om te kijken wat daar te doen is. En daar is ook de horeca bij uitgenodigd. Er zijn natuurlijk bepaalde groepen MKB'ers die het extra voor de kiezen krijgen nu met de hoge energierekening. En ik koppel hier ook weer aan. Moediging aan alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf of ZZP'ers. Kom je in moeilijkheden, kom je er niet meer uit, neem contact op met het ondernemerssteunpunt. En als je privépersoon bent en je hebt last van grote en hoge energierekeningen, je komt er niet meer uit, neem contact op met het GIP-team in de AHOF of met de gemeente. Want niets is zo erg dat je ermee blijft lopen. Ik zeg niet dat alles opgelost kan worden, maar in elk geval contact is heel erg goed. Aanvullend het verzoek van en wellicht bent u dat al van plan, maar ook om het in Alt actueel op te nemen, daar ook veel aandacht voor te vragen. Inderdaad, ik heb zelf contact gehad met ondernemers, echt waardering en ontzettend veel kennis en know-how is daar. Dus ga daar zeker als ondernemer, of u in problemen zit, neem contact op.